en rechts wat gesaboteerd worden. Maar ja, ik met mijn complottheorieën. Je moet me niet al te serieus nemen. In ieder geval, wij zijn een leger dat te arm is om uniformen te kopen. We hebben te weinig geld, dus af en toe gaat er wat mis. Dat betekent dat we soms opnieuw moeten starten. Maar in deze tijden, ja, we hebben heel veel tijd. Dus alles wat we voor 11 gemist hebben, zeg maar die 10 minuten, die halen we gewoon aan de achterkant weer in. We hebben tijd. Ik heb een aantal hele fijne mensen die vandaag meewerken. Uiteraard zijn dat mijn maatjes. Langzaam maar zeker komen de mensen binnenstromen. Dat allereerst zijn dat mijn maatjes Yvette, die gooi ik nu in de stream. Yvette. Hey. Ja, het is een beetje horten en stoten. Iemand zei dat het Emma TV was. Ja, een kinderziekenhuis. Hè? Emma Kinderziekenhuis TV. En uiteraard hebben we ook onze hele eigenste Peggy Burke, die ook meedoet. En daar is Peggy Vaga. Mide, Faviu. Aigo, je hebt het gezien, hè? Het loopt een beetje, het ging een beetje stroef. Ja. Maar we zijn begonnen. Ik wil voordat we helemaal beginnen, ga ik zeggen dat we een aantal gasten hebben. We hebben natuurlijk wat er hier in de lijn staat. Praten we met Javaan Anderson. Die zit in Italië, net zoals de vorige keer dat we met hem spraken, toen zat hij ook in Italië. En hij zit er nog steeds, want hij kan niet weg. His ass is locked down as well. Even kijken of ik hem in de stream kan halen op dit moment. Jawel, dat is Javaan, ben je er? Ja, daar ben je. Javaan, ja, we gaan straks met jou praten. En verder hebben we ook natuurlijk Nina Jurna. Hi Nina, ik gooi je nu in de stream. Even kijken of we 1 minuut beter. Daar ben je er, Nina uit Rio de Janeiro. Ook in je huis nog. Ja. En ik gooi je er nu even uit, want we beginnen straks eerst even te praten met z'n drieën. En we hebben uit, geloof het of geloof het niet, we hebben uit Salzburg. In Oostenrijk is dat, hebben we Roy Michael Martina, en die probeer ik nu in de stream te gooien. Wacht even, je bent er nog niet, Michael, maar waarom krijg ik jou dan weer niet in de stream? Even kijken, ik moet je hebben hier, kom op, ga erin. Ik krijg Roy er nu even niet in, maar geloof me, hij zit er en later krijgen we hem er wel in. Roy, we hebben je nog niet gezien. En daarom horen we je nog niet, maar zometeen wel een beetje meer. Dames, we zijn even met z'n drieën. Hoe was de dag? Nou, de dag was erg slecht, Gilly. Want ja? We hebben 80 doden erbij in vergelijking met 63 van gisteren. Ja? Het aantal mensen op de intensive care is het hardst gestegen in de afgelopen 24 uur, met 98 mensen, zitten we nu op 644 mensen op de intensive care. Wat ik vervolgens heel, de verwachting is dat er op 1 april 1600 bedden nodig zijn en 1600 beademingsapparaten. Wat ik heel erg bijzonder vond, is dat meneer Van Dissel van het RIVM vanochtend dus vertelde dat dat de crisis een beetje onder controle is, hè? Dat nu niet 1 persoon, 2 of 3 personen besmet, maar hooguit 1 persoon besmet. Dus dat het besmettingsgevaar is verminderd. En dat we dan tegelijkertijd in de avond horen dat er gewoon een record aantal doden is gevallen en ook het hoogste aantal mensen op de intensive care is beland. Dus Ik heb er geen pudding van kunnen maken, van de informatie die het RIVM heeft gegeven, die zo tegenspreekt wat we later hebben gehoord aan cijfers. Vervolgens heb ik een heel interessant iets opgedoken, en dat is dat de Vereniging van Intensive Care Specialisten, die heeft een handleiding gedeeld naar alle intensive care
afdelingen toe, waarin ze laten zien hoe je in noodgevallen een beademingsapparaat voor 2 personen kunt gebruiken. Ja. En die handleiding die hebben ze gedeeld met alle intensive cares door het hele land. En hebben ook duidelijk aangegeven dat dit echt alleen maar gedaan mag worden in het geval van een noodoplossing. Hè? En ik ben heel benieuwd hoe het zich allemaal gaat voortzetten. Ja, ik vond het, die meneer van het RIVM, die deed nogal laconiek van we are on track en het gaat best goed. Sterker nog, we doen het buiten verwachting goed. Zo kwam hij een beetje op me over. Terwijl het hoofd van die intensive care meneer een beetje radeloos zat, voor zich uit zat te kijken. Van, ja. We steven af op een ram, want zometeen zitten we aan de tax. En hij voorspelde dat er niet genoeg bedden zouden zijn en niet genoeg beademing. Dus het was inderdaad heel tegenstrijdig. Aan de ene kant een soort optimistisch geluid. Voorzichtig optimistisch misschien. En aan de andere kant iemand die die donkere wolken zag hangen. Ja, precies. En dan ook nog een keer de cijfers die donkere wolken bevestigen. Want de dodental is gestegen. En het aantal intensive care bedden zijn nog nooit zo hoog geweest als vandaag. Ja, aan de andere kant denk ik dat wat hij bedoelt is van het ziet er goed uit. Want we hadden verwacht dat dat er in de toekomst nog meer doden zouden zijn. Dus de doden zijn misschien wel meer en zijn beangstigd mensen. Maar het is wat we verwacht hadden. Sterker nog, het is minder dan we verwacht hadden. Dus dat is een tegenstrijdigheid. Maar misschien klopt het wel op die manier. Ja. Nou ja, okay. we gaan het zien. Ik heb een heel ander nieuws. Hebben jullie dat gelezen, de ware tijd? Vertel. Dat het COVID-19-team in Suriname met z'n allen in quarantaine moet. Omdat er een ambassadeur uit Frankrijk de 8e coronapatiënt is. En die heeft ze dus allemaal aangestoken, waarschijnlijk tijdens een overleg. Het hele COVID-19. Dus met die mevrouw, die kolonel, mevrouw Feira. Ja. Dus helemaal in quarantaine. Oh, wat erg. Ja, ja. Dat is naar om te horen. Want, maar hoe verder dan? Als het hele team in quarantaine zit, nou ja, ik wie denk moet dan de taak overnemen? Even Suriname erbij moeten halen dan, om even duidelijkheid te krijgen. Ja. Wie? Meneer, hoe heet die? Del Prado, die moeten we er even bij. Ja, maar die geeft waarschijnlijk leiding aan het team. Ja, dus misschien heeft... Ja, nou ja, ik hoop het niet. Afkloppen. Op het Facebook wat slechts nieuws gelezen. En dat is dat onze goede vriend Orville Breveld koorts heeft en ziek is. Ja. Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het ook daadwerkelijk COVID is, oftewel het coronavirus. Maar iedereen is daar vatbaar voor. Wat ik wil zeggen is, ik ga toch proberen even kijken of ik Roy in de stream kan krijgen. Nee, het lukt me nog steeds niet. Roy, op de een of andere manier zie ik je wel, maar ik kan je niet in de stream krijgen. Dat is echt heel raar. Even kijken. Roy Martina. Oh, wacht even. Ik geloof dat het misschien nu wel gaat lukken. Roy Martina. Ik heb je. Ik heb je te pakken. Roy Martina. Ik weet niet wat je gedaan hebt. Maar ik heb je nu wel te pakken. De reden waarom ik je er nu in gooi. En we gaan in ieder geval een x-aantal minuten gaan we praten. Dat is. Je bent. Zeg maar in China actief geweest. Mm-hmm. Klopt dat? Ja, dat klopt. En in het voorgesprek zei jij iets opmerkelijks tegen mij. Jij zei namelijk tegen mij dat jij een homeopathisch vaccin hebt tegen dit virus. Mm-hmm. Dat klinkt in mijn oren niet goed, als ik het heel eerlijk moet zeggen. Ja, ik denk echt van als dat zo is, dan zou je nu wereldnieuws zijn.
Yeah. En B, ik denk dat er dan de hele pharma-mafia bovenop je nek zou zitten. Dus hoe zit het? Hoe zit het? Nou, wat we moeten weten is dus dat een normale vaccin, die wordt gemaakt van, zeg maar, een virus die je doodmaakt, neem je wat eiwit van en dat ga je dan op een gegeven moment injecteren. Dat is de normale weg. Het lichaam gaat dan antilichamen maken tegen, dus in feite, de virus. Dat is de officiële vaccin. In de homeopathie, en dat doen we al 40 jaar, tenminste, ik doe het al 40 jaar, maken we dus geen injecteerbare vaccin, maar we maken een... Het is meer de informatie van de virus wordt overgedragen, in dit geval in druppels, waardoor in principe de witte bloedlichaampjes getraind worden met die informatie. Dus in tegenstelling tot gewone vaccin geven wij dus, net zoals je met internet en al dat soort dingen, geef gewoon informatie in het lichaam. Maar wacht even, Roy. Ik ga hier even onderbreken, want dit weet ik. Ik weet dat het zo werkt, weet je. Maar wat ik verbazend vind, is dat als jij een medicijn in huis hebt, wat de wereld kan verbeteren, dan zou het bijna crimineel zijn dat nu nog niet op de markt is. Terwijl er vandaag 80 mensen doodgegaan zijn. Ja, precies. Nou, het nadeel van dit middel is dat het homeopathisch is. Het komt niet uit de reguliere circuit. Het komt niet van de big pharma, enzovoort. Dus... Ja, maar het maakt niet uit waar het vandaan zou komen. Als dit waar is, dan zou het als een lopend vuurtje over de wereld gaan. Dat zou ook zo moeten kunnen. Ik heb het geluk gehad natuurlijk dat ik, omdat ik 3 keer per jaar naar China ga en daar mensen opleid als therapeut en zeg maar coaches, was ik een van de eerste die op de hoogte kwam, werd van in feite wat daar aan het gebeuren was. Dus we hebben daar meer dan 60.000 mensen geholpen en geloodst door de pandemie heen in China. En geen enkele worden. Op wat voor manier heb je dat gedaan? Nou, we hebben dus in principe diezelfde frequentie hebben genomen. En die hebben dus in zeg maar op een, wat we dan noemen, in China hebben ze dat het verder gemaakt en aan alle studenten dus verspreid. Als je geïnteresseerd bent, is waarom is het niet verder opgepakt door zeg maar de Chinese overheid? Als je er mensen mee kan redden, want dan hadden al die mensen niet dood hoeven gaan. Waarom is dat nooit gebeurd? Ik heb geen enkel idee. Ik heb alleen met mijn studenten te maken. Mijn hele zeg maar, ding is niet om naar de overheid. Daar heb ik ook geen ingang in. In Cuba zijn ze ook heel ver, onder andere met homeopathisch vaccin. En ik heb jou een aantal van die wetenschappelijke onderzoeken gestuurd. Het bestaat, maar we worden niet toegelaten in het grote veld van de big pharma. We worden gewoon totaal genegeerd. Dat is gewoon een feit. Dat is altijd zo geweest. Ja, Peggy, ik zie je heel gefronst kijken. Wat gaat er door je hoofd? Ja, nee, ik vind het een bijzonder verhaal, omdat ik zoiets heb van... iedereen grijpt op dit moment toch wel alles aan om deze pandemie de kop in te drukken. En dan is het heel raar al dat als er medicijn zou zijn hiertegen, dat we daar geen kennis van hebben. Nog niet. In dit geval zijn we... Ik heb persberichten uitgestuurd. Het wordt nergens gepubliceerd. Ja. En u hebt ook al wetenschappelijk aan kunnen tonen dat uw medicijn werkt. Ik zou zeggen 60.000 Chinezen is wetenschap. U hebt 60.000 Chinezen genezen. Ja. Maar hoezo laat het... Het is niet genezen, het is ook preventief, hè? Dus we zeggen... preventief. Maar Roy, zou het te maken kunnen hebben met het feit dat je... Want ik heb natuurlijk gewoon ter voorbereiding van dit programma... Ik wist dat je in ons programma zou komen. Dus ik heb gewoon gegoogeld. Natuurlijk. En je komt op een aantal websites voor die... waarvan ik niet blij zou zijn als ik daarop stond. Ja, en als je holistisch arts bent 40 jaar, dan kom je op die websites als je dus je kop boven het maaiveld steekt. Jij zegt het is een conspiracy tegen jou. Absoluut. Ik ben op de schandpaal geweest, nummer 1, vereniging tegen kwakzalvers, skepsis, noem maar op. Dat is wat zij doen. Ja. Het is hun, iedereen die zeg maar niet regulier is en die een beetje belangrijk wordt gelijk met de grond kapot gemaakt. Maar jij neemt het vaccin natuurlijk ook in, hè? En je familie. Ja. Ik, kijk, je moet eigenlijk twee dingen onderscheiden.
Val je in een risicogroep, ja of nee? Dus ik beschouw mezelf niet in de risicogroep. Maar goed, natuurlijk, ik heb het, dus ik neem het. Maar mijn schoonmoeder, waar wij nu zitten, die zit wel in een risicogroep. Dus die moet zeker het vaccin nemen. Dus voor haar is het vele malen belangrijk, bijvoorbeeld voor mijn dochter of mijn vrouw. Dus ja, maar ik heb het, dus ik neem het ook. Hallo? Heb je geen vrienden of buren waaraan je het geeft? Ik bedoel, je kan hiermee levens redden, hè? Als het werkt. Ja. Maar, dus wat we in ieder geval dus nu doen, is we, zeg maar, iedereen die het wil, we hebben zijn net in Nederland begonnen met de productie. Dus dat is net nu een week. En als het zo doorgaat zoals het nu gaat, ik heb wel een grote groep, zeg maar, fans die op dit moment allemaal aan het reageren zijn, aan het bestellen zijn. Ja, maar luister nou, Roy, als jij gewoon een medicijn hebt waar de hele wereld naar snakt. Mm. De hele wereld snakt ernaar. Ik bedoel, dat is, ik kom er niet, ik kom er met mijn simpele verstand kom ik er niet bij. Kom er niet bij dat ik nu gewoon op mijn simpele livestream hier zit te praten met een man die de oplossing heeft en die gewoon niet erkend wordt daardoor. Dan moeten toch mensen zijn die op zijn minst zeggen, ik pak je medicijn op en ik ga testen. En jongens, het werkt. Daar zit ik op te wachten. Heel graag zelfs. Oké, maar het is homeopathisch. Ik heb altijd iets met homeopathische dingen. Het is geen chemische shit. Dus baat het niet, dan schaadt het niet. Waar kan ik het kopen? Op dit moment is te krijgen. Het heet optimaformula.nl. Optimaformula. Zoals je het schrijft, optimaformula.nl. Nog interessanter. Neem maar voor dat je het coronavirus in je lichaam hebt. Ja, het werkt op twee manieren. Dus één, als je het neemt voor de coronavirus, dan heb je gewoon dat je beschermd bent. Ja. Heb je de coronavirus, ga je natuurlijk versneld genezen, omdat je sneller antilichaam gaat maken. Ja. Ik heb nog interessant nieuws. We zijn aan iets anders aan het werken. Ik ben net teruggekomen uit Suriname in februari. En daar hebben we een middel ontdekt dat mogelijk dus diabetes gaat genezen. Ze zijn ook aan het voorbereiden. En dat is een heel ander verhaal. Omdat diabetes is wetenschappelijk, kun je het makkelijk aantonen. Kijk, nu zitten we midden in een epidemie, dus het is allemaal nog verwarrend. Nieuws komt naar buiten. Maar zodra dit achter de rug is, gaan we onderzoek doen naar een middel dat dus mogelijkerwijs diabetes kan genezen. En dat is geen homeopathisch middel. Dat groeit gewoon, zeg maar, in Suriname, in de jungle. Dat is gewoon een heel ander verhaal. Maar dat komt na deze, eerst die pandemie door, en dan kunnen we, dan krijgen we echt wereldnieuws. Want dat is niet homeopathisch, dat is gewoon puur op kruidenbasis. Roy, je zei net iets interessants ook, dat die Cubanen ook met een middel kwamen. Dat middel wordt inmiddels naar Suriname gebracht. Mm-hmm, klopt. Maar een of andere viroloog in Suriname, meneer Tevreden of meneer Vrede, mm-hmm, die vond het kwatsch. Die zei dat middel werkt niet. Oké. Okay. Weet je dat? Ja, nee, ik vind het Cubaanse middel weet ik niet. Ik weet alleen dat zij een middel hebben dat gebaseerd is op interferon. Interferon is een van de eiwitten die we maken tegen virussen. En ze schijnen dat ook in bakken naar China te hebben gestuurd. Dus het is niet alleen in Suriname, het is ook naar China gestuurd. Maar tot nu toe hebben we nog geen wetenschappelijk onderzoek gezien. Ik heb geen cijfers gezien. Cuba is natuurlijk, de interferon is niet specifiek tegen de coronavirus. Het is algemeen tegen virussen. Dus ze hebben nog geen, daarom hebben ze nog geen proeven dat het voor de coronavirus werkt. Dat moet nog allemaal bewezen worden. Dus ja. En dat iemand zegt het is kwats, dat kun je niet zeggen totdat je het hebt uitgetest. Dat is een heel ander verhaal. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daaruit gaan vinden. Oké, Roy, ik vind het echt een heel boeiend verhaal. Ik ben ook erg benieuwd waar het naartoe gaat. Mocht het middel van jou werken, dan zijn wij de eerste geweest die je op tv gebracht hebben. En als je dan multi-miljardair bent, dan weet je welk tv-station je moet. Absoluut. Ja, aan de andere kant, dat gezegd hebben, ik ben een serieus mens.
Dat gezegd hebbend, is het natuurlijk ook zo dat als blijkt dat het niet werkt en dat de vereniging van kwakzalvers gelijk hebben, dan heb je aan mij ook een kwaaier. Weet je wat ik bedoel? Ja, aan, want dan breng je mensen op een twaalf voor. In ieder geval, ik ga je voor het moment je bedanken voor je bijdrage aan het programma. Blijf nog hangen als er dingen zijn die jij wil zeggen. Dan kan je ze zeggen, ik hoor je, dan gooi ik je weer in het programma. Oké, dankjewel. Dankjewel, Roy, Michael, Martina, dankjewel. Meiden, we gaan een bruggetje maken. Ik ben heel vrij postig dat ik jullie meiden noem, want jullie zijn mijn angels, jullie zijn Gibby's angels. Jij bent me boy. Ik ben jullie boy, dat kan ook, you know. Maar we gaan even een mooi bruggetje maken naar Italië. Want daar, in Italië, zijn dus deze boys aangekomen. En dat zijn dus die artsen uit... Cuba. En wacht even, ik moet zorgen dat ik er wel in blijf. Ja, horen jullie me nog? Ja. Oké, ik hoop dat het publiek mij ook nog hoort. En dit is hoe die Cubanen ontvangen werden in Italië. Geweldig. Weet je wat ik zo mooi vind aan deze crisis? Ik bedoel, je moet ook het mooie in iets verschrikkelijks kunnen zien. En dat is dat alle vooroordelen op de wereld worden eventjes heel goed in hun perspectief geplaatst. Hè? Ik bedoel, hoe de wereld jarenlang... een land als Cuba heeft boycott onder leiding van Amerika en het weer aan het doen is onder leiding van Trump, want Obama die had dat gelift, gelukkig, maar dat je ziet dat al die jaren in die boycott, dat mensen toch gratis onderwijs hebben gekregen en waardoor er heel veel Cubaanse hooggeschoolde doktoren, juristen, noem maar op zijn, en daar heeft de wereld op dit moment verschrikkelijk veel profijt van. Nou, ik moet je zeggen... Exportproducten. Ja, ik moet je zeggen dat wat ik leuk vind is natuurlijk dat, dat ik voor het eerst Italianen zie klappen wanneer zwarte mensen hun land binnenkomen. You know what I mean? Over het algemeen zijn ze daar niet zo happig voor. Maar ja, dat is ook een positief gevolg van deze crisis, toch? Ja, dat is waar. Maar er is wel iets waar ik me heel serieus zorgen over maak. En dat is wat er gebeurt in die vluchtelingenkampen op dit moment. Ja, want mensen, die vluchtelingen van ons, dat gaat helemaal... Wat zeg jij? Nog één keer, alsjeblieft. Nou, we zouden een vluchtelingenloop doen, toch? Ja. Hoor je me nog? Ja, ik hoor je. Die vluchtelingenloop is helemaal van de baan. Maar ja, het is wel heel goed wat je zegt, Giel. Om daar aandacht voor te vragen. Ja, ja, ik vind dat we daar op de een of andere manier aandacht voor moeten vragen. Jongens, op de een of andere manier krijg ik de comments niet meer erop. Maar er worden hele mooie dingen gezegd. Zo zegt Neske Beck, zegt Sharp Gilly. Ik krijg en ze niet meer. Die namen kijken ook naar ons intussen. Ja. Maar kan Jafan er niet bij? Want je hebt net het filmpje gegeven. Juist. Mooi moment om Jafan Andersson erbij te halen. Jafan, ik ga je er nu in gooien. Over 3 seconden zit je erin. Jafan, voetballer bij Lazio Roma. En jij zit in Italië, in dat Italië waar we net de Cubanen binnen zagen komen. Hoe gaat het met je sinds de laatste keer dat we met je gesproken hebben? Hoe gaat het met me? Het gaat eigenlijk wel goed. Ik ben
Ik ben nog steeds gezond. En ik krijg een hele hoop mee. Zoals gisteren leek het even op een lichtpuntje in Italië. Waarbij er 200 mensen minder waren overleden. Van 800 naar 600. Vandaag waren het er weer 700. Dus ik weet niet in, of het zich per se aan het verminderen is. Naar mijn gevoel niet. Maar het is nog steeds. Het gaat er nog steeds heel heftig aan toe. Het gaat er nog steeds heel heftig aan toe. En ik zie ook wat er in de rest van de wereld gebeurt. En dat er inmiddels al 500.000 mensen infected zijn. En dat zijn de bevestigde mensen. Dus, en 20.000 doden, hè? Worldwide. Ja, 20.000 doden. Het is 4%. Het is heel heftig. En ik weet niet waar dit gaat eindigen. Ik weet echt niet waar dit gaat eindigen. Ja. Hoe is de komst van die Cubanen? Hoe is die ontvangen daar in Italië? Nou ja, ik heb er natuurlijk... Ik heb er heel weinig van meegekregen, maar... ik zag op social media wel dat het helemaal vol stond. En dat het ook heel erg gewaardeerd werd. En dat vond ik ook wel mooi om te zien. Gili maakte net een opmerking over dat het niet vaak voorkomt. Dat een gekleurde persoon met een applaus ontvangen wordt. Ja, ja, het is zo. Het is zo. Het is helaas zo. Want ja, nou ja, Italië. Luister, Javan, ik volg jou op social media. En ik weet hoe eenzaam de eerste maanden van jou waren in datzelfde Italië. En jij bent notabene iemand die in dienst van Lazio voetbalt, dus in dienst van de hoe noem ik dat van Italië, en jij hebt het behoorlijk zwaar gehad, of niet? Ja, ik moet zeggen dat ik het zwaar heb gehad omdat Italianen best wel van de oude stempel zijn, en in het gebied van onderwijs wordt er heel weinig valt het bijna niet te vergelijken met het onderwijs in Nederland of in België, waarbij Engels een verplichte taal is. Ja. Ik heb hier de eerste 6 maanden gezeten en ik kon met niemand communiceren. En ik denk dat dat voor mij het moeilijkste was. Ik heb qua racisme, op het gebied van racisme, heb ik in het zuiden van Italië heb ik daar nooit mee te maken gehad. Alleen in de... Ja, maar als je naar het noorden gaat, naar dat Liga Norte, dan hang je. Ja, ik heb het 2 keer meegemaakt tijdens een voetbalwedstrijd. Speelden we uit. In Verona was het 1 keer. En in Novara. En... Wat gebeurde er? Het was voor mij, in Novara was voor mij de eerste keer. En dat ik zoiets meemaakte. Wat dat de oerwoudgeluiden maakte als je aan de bal kwam. Ja, oerwoudgeluiden. Maar dan heb ik het niet over 10 mensen die in het publiek zitten. Dan heb ik het over 20.000 man. Dus dat is wel heel obvious. En dat voel je door je hele lichaam gaan. Oh. Op dat moment stond ik op het veld met een Afrikaanse teamgenoot. En ik keek hem aan. Want ik kon het bijna niet geloven. En ik zocht een bevestiging van, gebeurt dit echt? En hij keek me aan en hij zei van, laat ze maar lekker gaan. Hij woont al 20 jaar in Italië, dus hij weet niet beter. Voor mij was het mijn eerste keer en het was heel shocking. Maar ik scoorde gelukkig het winnende doelpunt. Dus ik ben naar het uitvak gerend. Een mooiere wraak kon je niet nemen. Een mooiere wraak. In your face. Ja, in your face. Maar ik moet zeggen dat ik, om het verhaal van racisme af te maken in Italië, vind ik dat we wel iets vergeten. En dat is dat in Italië, dat Italië heel vaak als voorbeeldland wordt aangehaald op het gebied van racisme. En wat ik heel mooi vind, terwijl ik, mijn moeder is Surinaams, mijn vader is Jamaicaans, ik heb een kleur, maar ik heb liever dat je het recht in mijn gezicht zegt, dan dat ik ergens ga solliciteren en ik af word gewezen omdat ik een kleur heb en het me niet wordt verteld. Zeg maar, dat vind ik persoonlijk nog
een veel zwaardere vorm van racisme. Ik heb liever een banaan in mijn gezicht geworpen. Ja. En oerwoudgeluiden om me heen. Maar op het moment dat hier... Even onder ons, Javaan. Je bent toch niet een stille hint naar Nederland aan het geven, waar iedereen zegt, je bent fucking welkom, terwijl ze in feite niet beter zijn dan die Italianen. Sorry, maar ik zeg altijd alles zoals ik het denk en zie en ervaar. Nou ja, je legt de woorden in mijn mond, maar inderdaad, ik neem mezelf als voorbeeld, omdat ik er zelf mee te maken heb gehad, en het geldt niet per se voor elke Italiaan of voor elke Nederlander, maar als ik mijn ervaringen als voorbeeld zou moeten aanhalen, dan heb ik in Nederland heel vaak in situaties gestaan waarbij een andere speler met een ander uiterlijk en een andere achtergrond voorrang kreeg. Wat zeg jij, Yvette? Sorry? Wit, blond, blauwe ogen bedoelt hij. Ja, precies. Wij zijn het programma... Ja, laten we het verhaal even afmaken dan. Ja, wij zijn het programma waar je alles mag zeggen zoals het is. Hè? Gewoon, klopt. Zeg het klopt. Gewoon. Klopt, maar ja. ik ben heel voorzichtig met wat ik zeg. Ja. Maar ik heb dat in Italië niet meegemaakt. In Italië werd Clarence Seedorf werd Willy Wonka genoemd door de commentatoren werd hij Willy Wonka genoemd. Mm-hmm. Omdat hij een tovenaar was met de bal. Nee, Willy Wonka. De chocolademan. De chocoladefabriek, toch? Ah, oké, sorry. Maar als diezelfde Clarence Seedorf nu nog steeds tot de dag van vandaag door Milaan loopt. Maar hij woont er zelfs. Hij woont in Milaan. Is hij tot de dag van vandaag nog steeds een legende en wordt hij op handen gedragen. En zullen ze hem nooit beoordelen op zijn kleur, op zijn naam of op zijn afkomst. En dat zijn dingen die ik hier heel erg, zeg maar, dat is het verschil wat ik ten opzichte van een land zoals Nederland hier weer heel anders heb ervaren. Dat het misschien heel direct is allemaal. Het wordt heel erg, it's really in your face. Maar je zal er nooit op beoordeeld worden. En dan heb ik het liever op deze manier, dat ik af en toe wel eens, ik zag Vincent net al, apengeluiden. Dat ik apengeluiden naar me toe geworpen krijg, dan dat iedereen in mijn gezicht heel vriendelijk doet. En op het moment dat er een beoordeling gemaakt moet worden, dat ik dan als het ware altijd op plek 2 wordt gezet. Terwijl ik eigenlijk de eerste plek zou moeten verdienen. Maar daarom heb ik met racisme in Italië, vind ik het eigenlijk, het klinkt heel gek, maar ik vind het eigenlijk wel mooi. Dat zij wel de ballen hebben om het is ook een stukje onderontwikkeling, want het is bizar om te denken dat we in 2020 überhaupt nog steeds over racisme praten. Maar als ik mijn voorkeur zou moeten uitspreken naar het soort racisme. Het soort racisme, dan zou ik zeggen, ik heb het liever direct in mijn gezicht. Maar zolang ik niet beoordeeld word op mijn kleur of op mijn nationaliteit of op mijn afkomst, dan vind ik het prima. Dan kan ik ermee leven. Ja, oké. Javaan. Een ander programma ook weer, hè, dit. Wat zeg je? Dat is absoluut een dingetje. Waar we het nu over hebben. Absoluut een dingetje. Hier moeten we echt naar kijken te zijner tijd. Ik moet je zeggen, Nina, ik weet niet of je ons nog hoort, maar ik ben je kwijt. Dus hoor je ons? Nina? Nina Jurna? Want ik ga een bruggetje maken. Maar voor zolang we Nina nog niet hebben, kunnen we nog rustig even doorpraten. Javaan. Over de situatie. Teruggaan naar de situatie waar deze show over gaat. Oké, ik heb Nina binnen. Ik ga je bedanken. Javaan, volg jij de Italiaanse media? Ja. Ja, want zeggen zij nu dat het beter wordt? Zijn ze op de goede weg? Of is dat niet... Er is een hele
erge strijd op het moment aan de gang tussen, de politici en de burgers. Want de burgers, de Italianen zijn het er niet mee eens hoe er gehandeld wordt. En, nou niet? Sorry? Over de lockdown zijn ze het niet eens? Maar niet per se over de lockdown, maar meer de onderwerpen die aangehaald worden. Er wordt heel veel over voetbal gesproken, bijvoorbeeld. Alsof dat, ik weet dat in Italië voetbal heel belangrijk is, maar dat is op het moment absoluut geen onderwerp waar nu over gesproken zou moeten worden. Maar dat, er wordt dus heel veel over gesproken. En het wordt ons zelfs kwalijk genomen dat de mensen vinden ook dat wij te veel geld verdienen. Wow. Dat wij met z'n allen 50% van ons salaris zouden moeten doneren om dit virus te bestrijden. Dus er wordt heel erg, we worden daar heel erg op aangesproken eigenlijk. En het gaat heel veel over voetbal en over de presidenten van voetbalclubs die miljoenen euro's zullen gaan verliezen. Dus het is heel gek eigenlijk hoe het in de media hier wordt vertoond. Maar hoe zit het met de voortzetting van de Serie A? Want gaat dat nou door? Wanneer gaan ze de knoop doorhakken? Ja, dat is een goede vraag. Er is niemand die daar enig idee over heeft. Het is allemaal... Nou ja, ik zag pas een quote van de president van Brescia. Ja. En Brescia is natuurlijk een club die in het zwaarst getroffen gebied zit. En die zei ook van, luister, laten we gewoon nu al een beslissing nemen dat de Serie A dit jaar gewoon niet doorgaat. En de strijd gaat tussen jouw club, tussen Lazio en Juventus. En laat Lazio de titel nemen of laten ze nog één wedstrijd tegen Juventus spelen. En dan is het afgelopen. Wat vind jij ervan, Javan? Oké, wacht even. Jongens, ik heb een probleem. Nina, kun je mij horen? Nina, kun je... Oké, wacht even. Ik moet hier even op deze manier even met Nina communiceren. Ik vind het belangrijk waar jullie het over hebben, over de Serie A, maar ik wil ook Nina in de uitzending halen. En ja, op de een of andere manier krijg ik je er niet in. Kun je alsjeblieft even uitloggen en dan weer inloggen, Nina? Alsjeblieft. Dan lukt het waarschijnlijk wel. Oké, gaan jullie even door met je ja, Serie A. Wat vind je ervan? Wat vind je ervan, ja. Gewoon de titel zouden moeten krijgen. En het seizoen... Lasten. Oh, waar is hij? Ik weet het niet. Ja, het programma begint te spoken op de een of andere manier. Want ik ben nu dus ook... Oké, ik zie Javan weer. Ik ga kijken of ik hem erin kan krijgen. Ik krijg hem er niet in. Ik heb weer een probleem met het spoken programma. Er zijn waarschijnlijk te veel mensen die tegelijkertijd kijken. Wacht even, maar ik zie... Langzamer, hè? Wat zeg je? Internet is ook veel langzamer. Ja, dat is waar. Iedereen maakt daar gebruik van. Dat is echt heel jammer. Ben Nina weer kwijt. Even kijken of ik Javan erin krijg. Ja, dat is Javan. Ja, in ieder geval weer wel. Ga rustig door. Ja, dat ze die Serie A, dat ze jullie de cup maar moeten geven en dan het seizoen moeten stoppen. Sorry, nog een keer. Wat Peggy net zei van die meneer, van de... Van de president van Brescia. Ja. Ja, in Brescia gaan er volgens mij iets van 60 mensen per dag dood. Ja, dus hij zegt de natuurlijk staat hier voor de deur en we praten over voetbal. Over voetbal, weet je. Dus ja. ik snap oprecht niet dat er überhaupt nog gesproken wordt over voetbal. Ja. Maar ik snap zijn reactie op onze president ook, want... wij maken het ook heel erg mee en het is voor ons ook heel dichtbij, maar wat zij in het noorden meemaken, dat gaat nog wel echt een paar stappen verder. Dus ik begreep zijn reactie en zijn woede daarin ook. Ja. Als jij zou moeten stoppen, dan is voor jou het seizoen afgelopen, dan zijn jullie kampioen. Ja, kijk, wat vaak ook vergeten wordt, is als de competitie stopt en
een club zoals Lazio, wij verliezen 30 miljoen op het moment. Onze president verliest 30 miljoen op het moment dat de competitie stop wordt gezet. Daarnaast heeft hij natuurlijk 25 spelers die betaald moeten worden. In Italië hebben we een regel dat als een speler, volgens mij is er een maximum van 3 maanden waarin een speler uitbetaald moet worden. Dus bijvoorbeeld over de maand januari hebben zij tot eind maart, geloof ik, om ons uit te betalen. Als het, zeg maar, als zij die tijd, als het ze niet lukt om in die 3 maanden ons uit te betalen, dan zou het betekenen dat alle spelers dus transfervrij zijn. Wat ertoe leidt dat een club failliet gaat. Ja. En zij zijn natuurlijk dat stukje heel erg aan het verdedigen nu. Ja. Om ervoor te zorgen dat de clubs niet failliet gaan. Maar het is het een of het ander. Het is of de competitie gaat door of wordt afgemaakt of op een of andere manier. Of er zijn heel veel clubs die failliet gaan. En, okay. Heel vaak over geld, dus net als met die Olympische... Het gaat over geld. Het gaat niet over leven. Het gaat puur over geld. We hebben het niet over de sport. We hebben het niet over passie. Het gaat puur om geld. En ik vind het heel sneu. Ja, absoluut. Gilly. Ja, het is me gelukt om Nina in het programma te krijgen. Javaan, blijf nog bij ons. Blijf nog bij ons. Ik heb je moeder er even uit moeten gooien om plaats te maken voor Nina. Maar ik zie je moeder nog wel. Ze moet zeker naar het toilet. Nee hoor, ze zit nog op de plek. Ik zie haar zitten. Roy zit er ook nog. Ik heb in ieder geval Nina... Nina Jurna, hoor je mij, Nina? Ja, ik hoor jou. Oké, heel goed. Fijn dat je er bent. Prima. Je hebt het gesprek kunnen volgen en je hoorde Javaan net zeggen dat je bepaalde handelingen die de overheid doet, dat hij dat wel begrijpt, omdat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal op dit moment. Nou, jij woont in een land waar de overheid, of althans degene die leiding geeft aan de overheid, Bolsonaro, die doet en zegt hele rare dingen. Ja? Die zegt echt hele rare dingen. Ik heb een filmpje klaarstaan. Ik ga er zelf uit en dan laat ik dat filmpje even zien, zodat mensen die niet in de gaten hebben wat er in Brazilië gebeurt, want dat is echt heftig. Ik laat dat filmpje zien en dan kan jij erop reageren en je commentaar geven, Nina. Ja, ik ga... Ja, prima. O sustento da família deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Mooi zo. Nou moet ik even kijken of ik je ook nog in beeld kan brengen. het is echt behelpen met dit programma, maar het is wat het is. Ik kan het niet mooier maken. Nina, je bent wel te horen.
ik ga deze man even weghalen, die gaat weg. Yvette, je moet er ook even uit. Dat ga ik nu doen. Boom. Hoppa. En nu dan. En nu heb ik Javaan en Nina. Jongens, deze techniek, die kilt me, Maar kan je vertellen wat we net zagen? Ik gooi Peggy er ook weer in. Even kijken, ga door, begin maar vast. Ja. Nou, Bolsonaro heeft gisteravond heeft hij de bevolking toegesproken. En dat is een stukje wat je net zag, was een deel van zijn speech. En het is ongelooflijk. Hij heeft al vaker herhaald dat hij het allemaal onzin vindt. Hè. Hij heeft het virus ook griepje genoemd. Ja, gisteravond heeft hij dat eigenlijk opnieuw gedaan. En hij heeft ook de gouverneurs van de deelstaten echt aangevallen. En gezegd dat hij vindt dat zij hun strenge maatregelen moeten terugdraaien. Je moet weten dat in Brazilië, net als in de Verenigde Staten, de deelstaten hebben behoorlijke autonomie. Die kunnen dus zelf regels vaststellen. En ik woon in Rio. Nou, daar is best heel voortvarend door de gouverneur. Die heeft de scholen direct gesloten. Winkels zijn dicht. Het strand is gesloten. De gouverneur van São Paulo heeft nog verdergaande maatregelen genomen. Daar zijn de meeste doden ook gevallen in die deelstaat. Die heeft ook de hele stad in quarantaine gezet. En Bolsonaro die bagatelliseert dat dan. En dan zegt hij ook nog eens een keer erbij van, scholen kunnen best wel weer open, want de risicoleeftijd is rond de 60, waarom moeten scholen dan dicht? En over zichzelf dan zegt hij dat hij niet tot de risicogroep behoort. Als hij dat griepje krijgt, dat overleeft hij wel, want hij heeft een atletische achtergrond. Maar ja, met alle respect, ik weet dat jullie Bolsonaro wel hebben bekeken, maar die ziet er nou niet echt... Maar goed, we lachen erom. Maar het is natuurlijk echt heel shocking. En er is heel veel protest ook de hele dag al geweest. Ook van alle gouverneurs, van alle deelstaten. En dat is wel heel bijzonder. Dat zelfs niet alleen de deelstaten waar echt rechtse gouverneurs zijn. Die hebben allemaal gezegd van dit is absurd. Maar ook de minister van Volksgezondheid die afgelopen week ook maatregelen vanuit de federale overheid heeft verkondigd, die eigenlijk ook namens Bolsonaro worden genomen, waaronder het openstellen van bijvoorbeeld heel veel geld voor Braziliaanse begrippen, 25 miljard euro omgerekend voor de gezondheidszorg van de deelstaten en om de economie te redden als dat te redden valt. Maar ook bijvoorbeeld 10 miljoen sneltesten beschikbaar stellen, de grenzen sluiten. Dat is allemaal vanuit de overheid genomen. Dan zou je zeggen, daar staat Bolsonaro dan achter. Maar ja, hij... Ik versta je niet. Ja, Yvette wil iets zeggen, maar ik versta het niet. Nee. Oh, jullie verstaan me niet? Ja, nou ja, dat is wel. Macht hebben die gouverneurs om hun beleid zonder inmenging van Bolsonaro voor te zetten? Ja, dat kan. Kijk, Bolsonaro die zou dat kunnen doen, maar dan moet er over worden gestemd in het parlement. Maar bijvoorbeeld scholen die sluiten, dat is echt iets van de deelstaten zelf. Bolsonaro kan niet zeggen van nou de scholen moeten open. Dus die hebben wel echt een autonomie. Alleen hij kan de boel opstoken. Hij geeft hele tegenstrijdige geluiden. Twee dagen geleden zei hij nog dat hij achter de deelstaten en dat we gaan met z'n allen gaan we dit virus bestrijden. En gisteren zegt hij ineens van, ik snap niet waarom die deelstaten dat soort maatregelen nemen. Het is natuurlijk heel erg gevaarlijk, want de Brazilianen weten nu ook niet naar wie ze moeten luisteren. Hè? Ja, want in de deelstaten wordt van alles gedaan. Een grote zorg is bijvoorbeeld de situatie in de favelas, waar het eerste geval van besmetting al is gesignaleerd deze week. Nou, dat kan heel snel verspreiden, mensen leven op elkaar. Maar ja, je kunt ook denken van ja, Bolsonaro zegt dat we wel gewoon door moeten gaan met ons leven. Dat heeft hij gezegd. Dus het is heel tricky, want die mensen lijden ook echt onder economische crisis. Ik sprak vandaag met een paar vrouwen die in favela werken of wonen. En die werken dus als schoonmaakster bij rijke gezinnen. Die krijgen per keer betaald. Dat is een gebruikelijk systeem. Dus iedere keer als ze komen schoonmaken, krijgen ze cash geld in hun hand. Nou, die families zeggen van, je hoeft niet meer te komen, het is te gevaarlijk. We blijven ook binnen. Dus die vrouwen hebben geen geld. Die zeggen ook van, ja, we hebben misschien nog deze week geld, we kunnen nog boodschappen doen. Maar volgende week
wordt het dus echt een probleem. En het zijn heel veel alleenstaande vrouwen, moeders die voor hun gezinnen zorgen. Die dus ja, eind van de maand straks echt zonder geld zitten. En deze situatie kan nog heel lang blijven aanhouden. En op die mensen speelt Bolsonaro natuurlijk ook op hun gemoed. Want hij zegt letterlijk van, we moeten weer terug naar de normale situatie. Ja, dus we moeten weer aan het doen en zo. Trump die wil met Pasen wil hij alweer open gaan. En hij heeft ook een aantal Republikeinen met zich mee. Die zeggen van nou jongens, ik offer mezelf wel op. Want kinderen en jongeren die krijgen het toch niet. Maar die economie moet weer draaien. Want anders gaan we er met z'n allen... Dat is hetzelfde. Ik las ook een interessante analyse waarin Bolsonaro, Trump en AMLO, de president van Mexico, die weliswaar links is, maar eigenlijk ook heel populistisch, ook ditzelfde geluid zegt. Die drie presidenten werden met elkaar vergeleken in die analyse. En wat eigenlijk daar de conclusie van was, was dat zij met opzet dit geluid nu laten horen, om als straks deze economie instorten, wat natuurlijk gaat gebeuren, dat zij dan kunnen zeggen van, ja, je kunt ons niet de schuld geven, want wij hebben gezegd, jullie moeten gewoon doordraaien en het is veel erger dat straks doden vallen na aanleiding van de economie die instort dan door dit virus. Dus zo van dat ze zichzelf dus nu al indekken, dat ze daarom dit soort opmerkingen maken. Maar het feit dat het daarom helemaal geïnteresseerd raakt. Want die staat voor verkiezingen, dus die wil niet de president ingaan met de slechtste werkeloosheidscijfers ever. Wat natuurlijk zal gebeuren. Maar hetzelfde gebeurt in Amerika natuurlijk nu ook. Want ik zag pas dat een van de advisors van Trump, die was echt, ik ben zijn naam even kwijt, die stond echt zo naar Trump te luisteren. En de volgende keer was hij er niet meer bij. Dus ik denk dat Trump hem intussen weer heeft ontslagen. Ja, dat is ook wat nu de geruchten gaan dat Bolsonaro ook de minister van Volksgezondheid wil ontslaan. Dat is een minister die ondanks dat hij deel uitmaakt van de regering van Bolsonaro, heel serieus overkomt, iedere dag persconferenties geeft. En eigenlijk op de lijn zit van de gouverneurs, die ook allemaal hele strenge maatregelen nemen. En Bolsonaro valt ook zijn eigen minister af. Ik verwacht dat uiteindelijk als dit zo doorgaat, dat Bolsonaro verder geïsoleerd raakt en gewoon in zijn eentje staat. Er zijn nu al 17 impeachment verzoeken voor hem, waaronder een van de verzoeken, een van de redenen van impeachment, de afzettingsprocedure, is dat hij de volksgezondheid in het crimineel gedrag in gevaar brengt. Ook omdat hij, ik vertelde dat eerder, dat hij dus zelf ook handjeschuddend in een menigte zich bevond, terwijl hij verplicht in quarantaine zat, nadat 22 leden van zijn delegatie naar de VS besmet zijn met het virus. Wow. Dus dat is een van de... Er wordt ook echt geprobeerd om hem af te zetten. Alleen de vraag is of dat ook in deze crisis gaat lukken. En of de voorzitter van het congres het ook daadwerkelijk op de agenda gaat zetten. Want dat is de persoon die dat moet bepalen. En er zijn natuurlijk ook links bijvoorbeeld, de oppositie, die maakt zich er ook niet echt hard voor, want die hebben zoiets van, we moeten eigenlijk eerst uit deze crisis komen. Dus het zijn hele spannende tijden hier. En zometeen is er ook weer een pannenprotest. Dat liet weet je nog dat de vorige keer spraken we en toen barstte dat los. Nou, dat mag weer beginnen. Dat was gisteren echt massaal tijdens zijn speech. Dus het nu ook alweer. Dus. De algemene sfeer in Brazilië begint toch behoorlijk te kantelen ten aanzien van Bolsonaro. Ja, absoluut, omdat ook het aantal besmettingen hard toeneemt. We zitten nu op 2200 besmettingen. Er zijn nu 49 mensen overleden. En het ergste moet nog komen. De komende 2 weken zijn cruciaal voor Brazilië. Dat zeggen alle virologen en alle medische experts zeggen dat. Dus, en als je dan een president hebt die de boel gewoon grapjes maakt en belachelijk maakt, dan krijg je gewoon niet het gevoel dat je daarop kan bouwen. En zelfs vooral eigenlijk de mensen die op hem gestemd hebben, die de middenklasse en de hoge klasse, die vallen hem nu massaal af. Dat zijn de mensen die ook uit hun ramen hangen te slaan op die potten en pannen. Ja. In de favela eigenlijk helemaal niet.
Maar dat is verklaarbaar, want de mensen in de favelas hebben zoiets van, ja, we tellen toch nooit mee, het maakt toch niet uit wat wij of wel of niet protesteren, want dat is toch, hè, de overheid bemoeit zich toch niet met ons. Dus die zijn bezig te overleven. En de wijken, de wijk waar ik woon, andere wijken, dat is juist, hè, eigenlijk de Bolsonaro-stemmers, die zijn nu massaal aan het omturnen. Er zijn ook onderzoeken dat zij dus eigenlijk hem binnen een jaar, want hij is er nog maar een jaar, terug toekeren. Ja. Hoe is het leven daar onder de lockdown? Hoe ervaar jij dat? Ja, het is heel gek, want Rio is een hele bruisende stad. Iedereen leeft ook op straat eigenlijk. De mensen wonen heel klein. Het is warm, het is 32 graden. Dus het leven is eigenlijk altijd op straat, bij het strand. En dat ligt helemaal stil. Het is verboden om op het strand te zijn. Dan word je ook door de politie opgepakt. Je mag wel op de boulevard lopen. Zou ik je in de zee gaan nemen? Nee, dat is echt uitgesloten. Ik heb laatst gefilmd hoe een vrouw dat probeerde te doen en direct politie rennend erachteraan. Je mag niet meer. Die mensen kunnen niet op het strand gaan zitten en gaan bidden met voor hun orisha's en dat soort dingen. Nee. Het is heel onwerkelijk. Natuurlijk. Ja. Nee, ze willen natuurlijk liefst wel bidden, maar dat mag niet op het strand. Je kent het hier, je bent hier. Het strand is echt de plek waar alles samenkomt. En waar mensen 24 uur per dag sporten, 's avonds uitgaan, waar kinderen spelen. Dat is gewoon helemaal dood. Je mag wel langs de boulevard lopen, maar er zijn heel weinig mensen. Alle winkels zijn dicht. Alleen grote supermarkten zijn open en dan mag je dan in kleine groepjes naar binnen. En de farmacia's zijn open, dus de drogisterijen. En voor de rest, het openbaar vervoer is behoorlijk aan banden gelegd. Alleen mensen die echt tot de urgente beroepen behoren, die moeten met hun werkkaart tonen dat ze het openbaar vervoer moeten nemen. Het leven is helemaal veranderd. Ja. Ja. Trouwens, die maatregel is hier ook genomen vandaag. Hè? Je mag maar met 1 persoon per 10 vierkante meter, mag je de winkel in. Ja, dat is hier ook. Er staat echt een security bij en je moet wachten tot de volgende persoon eruit is. En dus dat zijn allemaal strenge regels. En wat de grootste zorg is de situatie in de favela's. Niet alleen qua verspreiding, maar ook de economische situatie daar. He, dat mensen, 40% van de armere Brazilianen is actief in de informele sector. Nou, dat is allemaal aan banden gelegd. Dat zijn klusjesmensen, dat zijn de schoonmaaksters die per dag of per keer betaald krijgen. Dat wordt echt rampzalig. Want die hebben straks ook geen eten meer. Die kunnen ook eten niet meer betalen. En dat is ook. Je hoort het waarschijnlijk. Ik hoor het. Ja, dat is dus iedere dag. Maar goed, dat is dus ook waar Bolsonaro op inspeelt. Hè? Die zegt ook van ja. Mensen moeten aan het werk kunnen blijven. Ergens heeft hij misschien een punt. Alleen, het is levensgevaarlijk om nu. Brazilië is natuurlijk niet zeker de deelstaten niet die al economische problemen hebben. Die zijn niet, zoals in Nederland, in staat om gewoon een paar miljard op tafel te leggen om mensen in de ZZP'ers te gaan redden en zo. Dat is hier niet de situatie. Dus ja, een ander land. Oké, jongens, het is niet al te best wat er gebeurt in de wereld links en rechts. Ja, het wordt steeds harder, hè? Dit is echt ik hoor het. Ik ga even naar jou schakelen om te kijken of we wat meer van het geluid kunnen horen. Even kijken. Ja. Het is misschien ook goed om te zeggen dat dit is typisch Zuid-Amerikaans. Dat mensen dus hun potten en pannen pakken en dan uit het raam hangen en dan erop gaan slaan. Dat is echt van dit continent. En het interessante is dat mensen kunnen nu ook niet de straat op, want ze mogen niet demonstreren. Dus vanwege het virus. Dus dit is nu echt de manier om uit het raam te hangen en je ongenoegen kenbaar te maken. En het is nu echt al ruim een week, iedere dag om 8 uur of tussen 8:30 en 9 Braziliaanse tijd, dan gebeurt dit. En dan, dat is.
natuurlijk voor Bolsonaro, het zegt veel. Hij verliest echt per dag aan aanhang. En zeker dit soort toespraken die hij dan houdt, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Oké, jongens, Neske Beck schrijft dat ze dat in Spanje ook doen. Ik vind het echt jammer dat ik die... Heel goed, dat ik die comments niet kan laten zien in beeld, zoals ik dat gisteren deed. Het programma deed een beetje raar. Misschien is het overbelast. Ik weet niet wat het is. Ik heb niet technisch lekker kunnen werken vandaag, maar dat zal... Het is altijd even improviseren wanneer je guerrilla televisie maakt. Maar het is wel fijn dat we linksboven Nina Jurna hebben uit Rio de Janeiro, Brazilië. En waar woon jij precies, Javaan? Ik woon in Rome. Gewoon in Rome? Ja. Ja, oké. Okay. Ik zeg wel gewoon in Rome, maar het is, Rome is natuurlijk wel something else als je het vergelijkt met Amsterdam, toch? Ja, het is heel anders. Het is heel anders. Het is heel anders. Ik vind het een hele fijne plek om te wonen. Ja? Kom jij nog ooit terug? Of zit je wel goed daar? Ik moet bekennen dat ik hier wel heel goed zit. Hij spreekt intussen beter Italiaans dan Nederlands. Oké. Okay. Ja. Arrivederci. Ja, dat is dan het enige wat ik eruit kan gooien. Maar in ieder geval, ik ben heel erg blij, Nina en Javaan. En ik heb in de verte nog Roy. Roy, hoor je mij? Roy? Oké, ik ga Roy er ook nog even ingooien. Dus ik ga even... Gooi mij er maar even uit. Ik gooi jou er even uit dan. En dan kan ik Roy er even bij halen. Ik heb nog wel een vraag voor Roy trouwens. Oké, dat is mooi. Maar nu heb ik het probleem weer dat ik Roy er weer niet in krijg. Hoe ga ik dat doen? Ik gooi eerst even Yvette erin. En dan, Roy, ik krijg je er niet in. Dus misschien kan je iets doen aan je ding. Even kijken, kan ik je erin krijgen? Nee. Yvette, ik gooi jou er ook weer even uit nu. En dan kijken of ik Roy erin kan krijgen. Nee, op de een of andere manier lukt me dat niet. Waarom niet? Oh, jongens. Ik word helemaal gek hier. Ik wil zo graag Roy erin gooien, ik geloof. Gaat dat lukken? Oké, Jeff. Maar dan kan Roy niet antwoorden. Even kijken. Hè? Wat vervelend. Even kijken. Wat als ik er zelf uit... Ja, nu wel. Jullie kunnen nu weer praten. Iedereen, ga je gang. Ik kan Roy er op de een of andere manier niet in krijgen. Als me dat wel lukt, dan gooi ik je er wel in. Dus blijf nog even paraat. Zijn geluid ook niet in? Zijn stem ook niet? Of wel? Oké. Roy kan mij horen. Stel je vraag maar. Roy, kan jij de vragen horen die zij stellen? En als ik je er niet in krijg, dan vertaal ik het even. Oké. Nou, ik vroeg me vooral af of dat homeopathische middel al is getest en hoe dat is getest. Is het getest op dieren? Is het getest? Hij vertelde dat hij al 60.000 Chinezen preventief heeft kunnen helpen. Dus ik vraag me af of daar aan de beginfase ook bijvoorbeeld dieren zijn getest. Of dergelijke. Oké, ik zeg het maar, want Roy zegt dat hij zegt... in de homeopathie hoef je middelen niet op dieren te testen. Ga door. Oké, je hoeft dus niet op dieren te testen omdat er geen bijwerkingen zijn bij homeopathische middelen. Oké. Ja, wacht even. Ik ga toch op een andere manier, want ik vind dit een beetje naar dat ik dat dan moet gaan vertellen. Terwijl, wacht even... Nina, ik ga jou even hiden. Ik ga kijken of ik Roy er nu in krijg. Nee. Deel, misschien moeten we het afsluiten en dan morgen verder.
Ja. Lijkt me beter. Ja, misschien moeten we het op die manier doen. Ja, we gaan morgen verder. Wacht even, ik gooi Javaan erin. Nou, ik probeer echt van alles, maar het lukt mij gewoon niet om, om Roy erin te krijgen. Roy, er hangt een soort, ik weet het niet, er hangt een soort jinx. Sluier. Ja, weet, Roy, ik heb een voorstel. Als jij nu even uitlogt, want ik zie jou wel. Als jij gewoon even uitlogt en opnieuw inlogt. Dat heb ik bij Nina ook gedaan en toen werkte het. Dus als je er gewoon even uitgaat en erin komt, allicht dat ik je er dan wel ingooi. Nou, dan kunnen wij hier een eindsong, schrijft Neske. Ook jouw titel kan ik er niet ingooien. Het programma heeft het niet al te best gedaan. Maar toch hebben we een constante kijkersaantal gehaald en gezien. En morgen gaat er weer een uitzending komen. Wacht even, Roy Martina is ready to join the show. Even kijken of ik hem erin krijg. Nee. Werkt niet. Staging 1. Nee, het zit er niet in. Jammer, ik heb het geprobeerd. Yvette, een afsluitend woordje? Ik denk dat we gewoon morgen weer moeten beginnen. Als mensen ideeën hebben of met op en aanmerkingen komen, of filmpjes hebben of nieuws hebben, nou, laten ze het op je wall achterlaten. Dan kunnen we het morgen behandelen in de uitzending. Ja, laten dus schrijf het op Facebook, dan kunnen we daar rekening mee doen. Benader mij. Javaan, jouw laatste woord? Laten we hier met z'n allen veranderd uitkomen en niet onveranderd. Ja, dat is echt een harte wens voor jou, want je hebt het de vorige keer ook gezegd. Ik neem je serieus in en ik ben het met je eens. En Nina, jouw laatste woord voor vanavond, hè? Ja, stay safe and healthy en laten we elkaar ook een hart onder de riem steken. En elkaar niet in de steek laten, dus stay connected ook, zou ik zeggen. Oké, dankjewel Nina. Ik gooi jou er als eerste uit, dan kan ik Peggy er weer even bij halen. Oké, bye. Ik spreek jou later ook op WhatsApp. Jij en ik, je weet toch, jij en ik, wij zijn, je weet toch, ik ga dat ding niet openlijk hier zeggen, you know, maar ik spreek je later. Niet in de openbaarheid, hè, jullie. Ja. Wat zeg je? Niet in de openbaarheid. Oké, ik spreek je zo. Bye, zwaai. Bye, Nina. Dan kan Peggy er weer even bij. En die komt er nu bij. Peggy, hi. Ik heb je om Roy erin te krijgen. Maar iemand heeft ook gezegd, de pharma-mafia heeft doorgehad dat Roy in dit programma was. Dus hebben we nu een boycott. Ja, precies. Maar jij kan ook een slotwoordje, want morgen gaan we er weer mee door met de show. Ja, nou, ik vond het weer een topshow. Jammer van die vervelende technische probleempjes. Ja. Maar ja, you know, that's life. We moeten al blij zijn dat we... Ik ben zo blij voor technological... alles wat we hebben op het gebied van technologie. Want ik zou helemaal gek worden als ik jullie en andere mensen ook niet meer, en zeker mijn zoon niet in Italië, Dat is dus Javaan hieronder. Even mijn vinger goed krijgen. Dat is haar zoon. Ja, ik zeg het. Ik blijf het zeggen. Die daar. Ja. Javaan Andersson is waar is het? Haar zoon. Ja. Ja. Stel je voor dat we dit niet hadden. Nou, dan word je toch helemaal niet goed als moeder. Ja, dan word je echt helemaal gek. Maar ik moet zeggen dat er sommige mensen zijn die daar... anders over denken. Even kijken of ik het kan vinden heel snel. Dat is deze boy. Let even op. Ik ga er zelf uit, maar let op hoe deze man reageert. Even. Because of coronavirus, you are going to be quarantined, but you have a choice. Do you A, quarantine with your wife and child, or B? B. Ha 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 ha
zo zie je maar, er zijn mensen die gewoon... er zijn mensen die... wat zeg jij, Yvette? Hitler joke. Huh? Ja, toch? Oké, jongens, we gaan er een einde aan maken voor vandaag. Dank jullie wel. Ik ga een einde maken aan de stream. Dan kunnen wij hier offline nog even doorpraten met elkaar. Tot morgen om 11 uur. Hopelijk met wat minder technische problemen. En geloof me, dat programma is online waar ik het mee doe. Dus het is niet mijn apparatuur. Het gebeurt echt elders. Oké, tamboem. Tot Tamara. En we spreken. Ciao. See you.